Nou, ik heet Wynden Herder, ik ben 25 jaar. Ik doe heel veel verschillende dingen. Dus ik ben nu bezig met de studie wiskunde. Ik zit in het tweede jaar. En vorig jaar heb ik het conservatorium ben ik daar afgestudeerd met jazzgitaar. En toen deed ik ook die twee studies tegelijk. Dus ik had het heel veel te doen. En mijn planning bestond eigenlijk niet, want ik moest constant deadlines halen en zo. Het was wel een heel leuke tijd, heel afwisselend en zo. En op dit moment ben ik dus nog steeds bezig om wiskunde af te maken. En met de muziek ben ik ook echt in de praktijk verder gegaan. Ik ben nu bezig met mijn eigen gitaarschool. Dat is pas sinds december eigenlijk dat ik dat gitaarschool mag noemen. Want het is dat ik voor het eerst een docent erbij vroeg. Ik gaf altijd voor mezelf les. En toen zijn we onder de naam Guitar Academy verder gegaan. Nou, inmiddels zijn we op 5 docenten en zijn we met 60 studenten echt onwijs hard gegroeid. Laatst hebben we een week met 6 aanmeldingen. Dus daar stop ik nu gemiddeld ook 20 uur per week in. En dan, daarnaast heb ik dan nog de optredens die ik doe met verschillende groepen. Met mijn vader heb ik een duo, met een metalbandje zat ik in. Ik heb een eigen jazz trio. Met dat trio hebben we vorig jaar een dvd opgenomen. En begin dit jaar hebben we die dvd een release party georganiseerd. Daar was ook Harry Saxioni bij, dat is een hele bekende gitarist. Fantastische dat hij mij dat setje wilde geven. Nou, het was een fantastische avond en er is soms zoveel omheen dat je verwacht van waar is de tijd en zo. Nou, dan hou ik dat ook allemaal bij, van hoeveel tijd besteed ik aan wiskunde, hoeveel tijd besteed ik aan muziek. En slapen, ik kom echt dan uiteindelijk ook tegen dat ik betrekkelijk veel muziek maak, maar dat ik het ook nog kan opschroeven. Dus dat heb ik ook in 3 weken gedaan. En zo probeer ik echt grip te krijgen op alles wat ik doe. En ik probeer ook alles te laten zien door een website te hebben, YouTube-filmpjes te doen. Soort optredens die ik doe, zet ik vrij snel op YouTube. En ik ben ook bezig met rijlessen. En dat komt dan ook op neer op 4 uur per week. En huishoudelijke taken, moet ook gebeuren. Dus dat is dan, was de eerste week dat ik het bijhield, was het 20 uur. Heb ik het de tweede week teruggebracht op 12 uur en zo komt er weer 8 uur vrij. En kun je weer gaan kijken wat ga ik met die 8 uur doen. Nou, dat heb ik dan besloten om daar dan meer gitaar mee te studeren. Dan heb ik een extreem moeilijke solo genomen van de pianist Oscar Peterson. Dat is een pianist. Ik probeer dan op gitaar mee te spelen. En dat is een solo van 4 minuten. En mensen toen ik ermee begon dachten, dat gaat nooit lukken. Dat was voor mij natuurlijk een reden om nog harder te gaan studeren. En ik heb uiteindelijk na 50 uur studeren heb ik die 4 minuten solo helemaal ingestudeerd. Dus dat heb ik dan ook erbij gehouden. En dat is allemaal wel leuk om achteraf te zien. Dus je ziet dat er heel veel doelen die je stelt gewoon uit te drukken zijn in uren. En hoe deel jij je leven in. En voor mijzelf kwam ik achter dat ik heel veel sliep. Dus het is dan niet zo dat ik nu minder slaap omdat ik heel veel moet doen, maar ik weet dat ik 9 uur slaap per nacht. Dus, en dat ik die andere 100 uur per week gewoon heel goed moet indelen. Dus ik blijf nog wel een langslaper.